Lot breekt wet. Tijdens de examen volg je je eigen lichaam. Je hoeft niet per se in die hokjes te denken. Heb je op een bepaald moment zin om een zakje chips te eten, doe het dan. Zorg voor je lichaamshygiëne. Douche je iedere dag. Sta op, neem een douche en trek propere kleren aan. Blijf geen dagen in dezelfde vuile jogging rondsleffen, dat heeft geen zin. Gewoon lichaamshygiëne, je gaat jezelf veel frisser voelen. Zorg ook altijd dat je lokaal en ook je kot eventueel, als je op je kot leert, dat dat proper blijft. Zorg dat er voldoende zuurstof binnenkomt. Zodanig als je begint te leren dat alles netjes is en dat alles fris ruikt ook. Drink voldoende water. 1,5 liter per dag moet ieder mens drinken, zo ook de student. Drink veel thee. Thee is nog altijd dan wel iets beter dan heel veel koffie te drinken. Eet 3 maaltijden. Neem een ontbijt, een middagmaal en een avondmaal. En zorg dat je tussendoor ook nog iets, omdat je energiepeil anders veel te veel naar beneden zakt. Is dat een gezond tussendoortje? Dat kan. Is dat al iets minder gezond? Een reepje chocolade of zo? Dat kan ook, zonder te overdrijven. Kijk gerust naar een leuke serie of ga eens wandelen buiten. Spreek eens af met iemand die ook aan het studeren is om samen een korte wandeling te maken, zodanig dat je toch uit dat milieu van dat leren bent. Sta ieder 1/2 uur recht. Je loopt naar het raam, waar je ook bent. Je kijkt gedurende 1 à 2 minuutjes gewoon door het raam. Turen in de verte, dat is de ideale manier om je ogen te doen ontspannen. Veel succes aan alle studenten en laat het vooral niet aan je hart komen.